Drido, yeah. Oh, daar mogen we niet om lachen. Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Emergency 4. En we beginnen vandaag met een gebouwbrand. Kijk, dat begint al goed. Mijn naam is Victor, Dimitri die komt er ook aan, maar weet je wat het is? Dimitri die zou heel goed een vrouw kunnen zijn, weet je wat het is? Ik heb zoiets van, nou kom, we doen die opname, dan anders komt hij te laat online, weet je? En ja, qua opnames zijn we een beetje aan de late kant. Dus we gaan hem ook, ja. Ik zei van, Dimitri schiet nou eens even op. En ik ben dan zo aan Dimitri. Ja, maar dan gaan we dit nog even en dat doen. Dus ik denk van, nou doe je, weet je, ik begin alvast met opnemen. En dan zal het wel goed komen. Nou, we gaan alvast een aantal brandweerauto's sturen. Zo. En ik zie dat hier een aantal auto's hallo, al in de... Hallo! Ja, we zijn aan het... We zijn al bezig. We zijn op... 9F, lekker verwennen. Godverlul! Wat? Ja, ik zeg godver dat ik bezig ben met opnemen. Kankerzooi. Ja, ik denk ik gaan we opnemen, anders zijn we morgen nog niet klaar met die kankervideo's. Nou, mooi. Sorry. Kunnen we overnieuw beginnen. Ja, dat wist ik niet, want ik had mijn koptelefoon op. Godverdomme, net een goede melding. Oh. Nou, je kan hem meekijken. Oh, gelukkig. Begin ik hem wel overnieuw. Welkom bij Emergency 4. Aflevering 3. Zoiets, inderdaad. Nou, dit is een scheidmelding. Dit is een scheidmelding natuurlijk. Een verkeerslicht die kapot is. Maar ja, het zijn ook meldingen. En ja, ze moeten opgelost worden, heel simpel. En emergency, ja. Het is toch altijd een van de stillere afleveringen. Waar wij heel rustig zijn. En het is niet ja, dat we laatste, niet... laatste keer was jij aan het eten en nu ben ik aan het eten. Ja, nou ja, dan komt het altijd wel goed van pas. Hey, we zijn eigenlijk altijd aan het lunchen als we aan het opnemen zijn. Altijd rond een uur of 12 nemen we eigenlijk altijd op. Dan wordt het geëdit en dan om 4 uur komt het online. Dus ja. Deze vallen wel, ja. Nou, we zijn bij het kruispunt. Nou, jij kan het ook meekijken, hè? Ja, ja, ik zie alles gebeuren. Ik zie een vrouw bij een verkeerslicht staan. Oh, dat is geen vrouw. Ik wou zeggen, ze man. 10-4. Een politie, toch? Nee, verkeersdingen. Rijkswaterstaat, kan je het een beetje zien. Brand! Brand! Help! Nou, ik denk dat we beter eerlijk gezegd deze brandweerauto kunnen sturen, dat die ietsjes dichterbij is. Denk het ook. Zo. Hoppakee. Oh, de overkant joh. Nou, misschien kunnen we deze brandweerauto dan wel hier ergens neerzetten.
Oh, dan gaat dat gebeuren, hoor ik. Wat gaat er gebeuren? Ik hoor het aan de muziek. Zo'n spannend muziekje, net als bij Basti en Adriaan. De Baron. De Baron. En dan gebeurt er vervolgens niks. Jammer. There are reports of people being taken hostage in the operational area. Rescue them. And either neutralize the kidnappers or arrest and take them away. Kidnappers. Voor de zekerheid sturen we ook nog wel even een paar sluipschutters. Zo. Altijd leuk. Precies. Ik vind dat er bij dit soort meldingen, dan kan je beter maar in één keer goed. Moeten we ook nog een oorlogsvliegtuig sturen? Oh, die hebben we niet. Waarom niet? Scout. Zo. Zo. Yes. Die vrouw denkt die daar loopt, wat gebeurt er nu? Oh! Het lijkt net Nederland, zoveel politie voor zo weinig dingen. There is a person running amok in the operational area. Arrest or neutralize this person and take him away. And don't forget to treat those victims. Nou, dit is alweer een andere melding. Even kijken. Die kunnen we misschien nog goed gebruiken, zo die helikopter. On my way. Roger. It's done. Central RP 1019, 1051 to the station. Nou, hoppakee. Ook weer gelukt. Hoppakeetjes. Nou, dat waren de meldingen alweer, maar dat was de vorige keer in de aflevering. Toen zei ik van, ja, er mogen wel eens wat meer meldingen komen. Toen kwamen ze echt allemaal tegelijk, dus ik ga dat niet meer zeggen. Bom alert! Kijk, dit zijn leuke meldingen. Als we deze laat ontploffen, dan gaat heel de McDonald's in vuur en vlam. En ik weet dat je er snel bij moet zijn. Welke was het ook alweer? Oh, je hebt er ook een Walmart. Ja, maar ik weet... Kijk die vlaggen. Ja. Ik weet alleen niet... Weet je wat dat is? Nou? Een soort supermarkt. Daar is een vriend van mij wel eens geweest die in Amerika was. Dat is een hele grote supermarkt en ze hebben er van alles. Dat hij wel eens foto's gestuurd toen hij daar zat. Hmm. Dat is wel mooi. Ik weet alleen niet meer hoe je die bom onschadelijk maakt. Oh, dadelijk ontploft die. We kunnen deze proberen. De brandweer kunnen we ook gewoon proberen, misschien. Ik weet het niet. Het lijkt me dat het bij technical of bij politie of bij brandweer staat. Hoe deed dat ook alweer, joh? Attention. There are reports of a violent crime. Arrest the suspect and take him away. Treat all casualties and take them. Nee, dit is hem sowieso niet. Oh! Nee! Laat! Schrik me dood, joh! De Walmart in vuur en vlam. Ja, ik wou zeggen. Kan je zien, het gaat al best wel snel. Een paar ambulances maar even besturen. Even kijken, er was nog een melding. Gebeurt er veel in zo'n stad, hè? Ja, dus Los Angeles.
Dat is ook geen dorpje, nee. Ja, rij lekker door de brand heen, zou ik zeggen, tuurlijk. Nou, er zijn een aantal gewonden, maar ik zie er hier een, maar voor de rest... Oh, hier is er nog één. Brand in de walletmarkt. En dat is echt een mooie winkel, hè, als je een keer komt. Als je wel in Amerika woont. Ja, dat is een eindje vliegen. Beetje duur. Ik wou zeggen. Moeten we nog even voor vloggen? Precies. Hoppa, we gaan gelijk weer lekker verder. Nou, ik zie geen brand, hoor. Oh, is dit het, joh? Nou, is dat het is? Hoppakee. Oh, dan kan die terug. Oh, wacht. Ik moet naar de hospital. Oh, wacht. Die kan to the fire station. Zo. Here we go. Nou, van politieagentje spelen tot... dingen bouwen. Hoppa, we kunnen weer door. Bezuinigingen, hè? Eén politie zetten we maar in. En één brandweerauto voor heel de stad. Oh, dit heb ik altijd van, er zit een, ik weet niet of, ben je er nog, Dimitri? Ja. Er zijn wel eens van die mensen, dan blijven ze op straat staan en ontstaat er een hele lange file. Dat vind ik zo irritant. Irritant, ja. Misschien kan ik wel even met deze mensen een paar beuken geven. Druk in Los Angeles. Ja. Gaan er van die mensen ons in de weg staan? Zo, hoppakee. Ja, ja, lopen, 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 lopen. Ja. Oh, kijk, dit is de serieuze zaken. 11 gewonden.
Even kijken, we gaan eerst even de rest oplossen. Hier hebben we sowieso één iets. Tien ambulances ongeveer, Dimi, denk ik. Dat is veel. Ja. Nou, deze is dan af, dat is 9. Snoopy. Snoopy. Heb je al een nieuwe hond? Een nieuwe hond? Ja. Nee, die moeten we nog kopen. Oh ja, ik zou een nieuwe hond krijgen, inderdaad. Nee, die hebben we nog niet. Maar ik heb wel een naam als die er komt. Oh, en hoe dan? Dan ga ik hem een spoiler noemen. Spoiler? Ja, dat is wel een leuke naam. Hoezo? Nou, gewoon een... Bumper is iets ook van maar... Iets van een auto is dat toch? Geen bumper, maar een spoiler. Even kijken, we gaan... Hebben wij nog een rescue wagen? Ja, rescue. Oh, die moet ik nog kopen. Nou, dan doen we dat natuurlijk. Eventjes een hele berg met heel veel dingen sturen. 7 ambulances. Oh, ze zijn allemaal in bezet. Hoe kan dat nou weer? Oh, heel het kruispunt staat vast. Moet je zien. Wat is dit nou weer, joh? Nou, dat ga ik nou echt niet helemaal oplossen, hoor. Kijk, dit zou nou heel makkelijk zijn als we konden multiplayen, hè? Ja, inderdaad. Die kan er ook gewoon... Is wel gewoon... leuk, toch? Om samen te doen. Nou, het zou wel, ja, als het een keer zou werken. Ja, dan moeten we het aan de praat kunnen krijgen, hè? Ja, ik weet echt niet waar die fout zit. Oh, volgens mij is dit boosdoener. Even kijken. Nou, oké. Okay. Dat is een irritante sirene hebben ze in het buitenland, hè? Trauma-helikopter. Wil je die druk nog maar bij doen? Oh, er mag nog wel een brandweeruit erbij komen. Hoor. Wat een geluid. Nou, daar word je niet vrolijk van, hé. Ja, we moeten maar eens kijken hoe we multiplayer gaan doen, want... Ja, dit is een beetje irritant dat het allemaal alleen moet. Ja, dan kan ik ook eens even wat doen.
Nu zit ik maar een beetje mee te kijken. Popcorn erbij en jij doet al het zware werk. Mocht er iemand zijn die een oplossing heeft, help gerust. Ja, een oplossing hoe je de poort open moet zetten. Precies, volgens mij is iedereen uit zijn auto bevrijd. Deze kan sowieso... Oh, dat klinkt niet zo goed. Hey. Even kijken, deze kunnen we sowieso vervoeren. En als we deze melding afgerond hebben, dan vind ik het mooie einde van de video. Ik ook. Yes. Maar je hebt de popcorn er echt bij? Roger. Ja, wel de broodjes. En een lekkere fles drinken. Die gaan als zoete broodjes over de toonbank natuurlijk. Inderdaad. Oh, 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 wat is dit? En doe jij al het zware werk, heerlijk. Oh, we hebben al een dooie. Een dooie. Deze dan. Twee dooie. Oh, ga lekker. Drie dooie. Oh, daar mogen we niet om lachen. Nee. Ja, dit is natuurlijk niet echt, hè. Als het echte dooien waren, dan horen we inderdaad niet te lachen. Dit is maar een spel. Ik hoor iets dat er iets gereanimeerd wordt. Oh, hier. Hoppakee, lekker klappen. Nee jongens, er zit geen leven meer in. Stop er maar mee. Stop er maar mee. Stop er maar mee. Ik zal wel een lijkenwagen laten komen. Nou, je kan beter deze gast die nog leeft beter maken. Wat een vervelend geluid. Wat een zootje, hè? Een ongeluk. Roger. Oh, ze is al vol met hulpdiensten. Roger. Kom maar eens even helpen, jongens. Hoppakee. Zo, die mag ook weer komen. Roger. No problem. No problem. Nou, dat gaat lopende band met de lijkenwagen.
Even kijken hoor. Nou, het einde. Het einde. Het gaat in ieder geval een soort van de goede kant op. Ja. Hé, hey, volgens mij staat de brandweerkazerne in de fik. Echt? Oh, dat weet ik niet zeker. Wacht, gaan we eens kijken. Maar hier is de brandweerkazerne. Ah, nee, eindje verderop, maar... Nou, dat is ook niet goed dan. Oh, dat is mijn klein fikkie. Zo. Post staat ook weer op. Oh, er moet ergens nog een ambulance zijn die leeg is. Deze dan. Bommelert, ja, laat maar lekker ontploffen. We gaan deze melding eerst afmaken. Nou, we moeten nog één gewond ergens hebben liggen. Oh, wacht. Ik zie het al, joh. Duurt wel lang allemaal. Ja, moet je nagaan niet echt. Ja. Nou ja, als je één grote melding kan doen in dingen. Yes. Nou, de gewonden zijn afgevoerd. De les laten we lekker doen hoor. Doei. Roger. Yes. Hoppa. Die bom ontploft. Ja hoor. Op z'n keetjes. Nou, waar blijven die wagens? Duurt weer lang. Inderdaad. Ik ben stom verkouden. Hoe kan het? Nou ja, ik ga zonder jas naar buiten midden in de winter. Waarom dat dan? Omdat ik s'nachts even de deur uit moest om iets te checken. En dan denk ik ja. Fuck je jas en ik ga gewoon naar buiten. Een gasexplosie, die zijn zo leuk. Nou ja. Kijk nou. Oh nee. Wat nu? Gasexplosies de volgende keer ook nog wel. Dan zijn we echt serieus... heel lang bezig. Ja, ik kan wel wat sturen. We gaan gewoon de volgende uitzending verder. Ja. Die, ik had net toen ik begin, maar toen ging het helemaal mis. Toen kwam jij er doorgeschript in de opname. Want ja, jij was wel wat later. Toen had ik ook een hele leuke, mooie brand, oh. Maar... Oh ja, toen kwam ik er opeens wel heen schreeuwen. Ja, zo weer eens niet. Nou ja, ik vind het een... Ik was even broodjes smeren. Bammetjes. Bammetjes maken. Nou, komt de rest ook nog van die carré. Zo. Wacht, als je die foto van mijn bammetjes wil zien, dan moet je even op de Twitter van... Game Channel kijken. Game Channel lage streep. Zet ik mijn lekkere bammetjes er wel op voor jullie.
Waarom zou je dat willen zien? Weet ik veel. Alles over voor de kijker. Nou ja, die zet ik wel even online. Als het goed is, staan die bammetjes nu online. Zo. Oh! Gebeurt er allemaal? Ah. Ja, dat weet ik ook niet. Wat er allemaal mis kan gaan in zo'n stad, hè? Ja, in zo'n stad. Precies. Niet te gaan over. Nou. Hoppakee. Wat een rotgeluid. Allemaal naar de grote brand toe. Hier, maar dit is toch in je eentje niet allemaal te doen, joh. Hier moet je zien. Het hele verkeer staat vast. Ja, dat bedoel ik. Vast. Vast. Nou, ik zal er gewoon omheen rijden, hoor. Of de andere kant opgaan. Ja, precies. Ik ga daar echt niet blijven staan, hoor. Dag. Kijk, dit gaat even hard. Wat een pokkergeluid, zeg. Yes. Oh, misschien krijgen we hem nog wel goed ook. Wacht even, al het geld eroverheen gaan. Misschien van blust. Oh, wacht. Waarom kan ik geen blusvliegtuig kopen? Nou ja, Dimi, ik denk dat dit een mooi einde is van de video. Ja, we kunnen ook wel een keer een missie doen. Ja, toch? Gaan we de volgende keer wel eens doen. Ja, is goed. Dan leuk. Nou, bedankt voor het kijken en we spreken je graag morgen weer met een nieuwe video. Nee. Nee? Volgende week. Ja, maar morgen is het een andere, toch? Nee, gisteren was dat. Ja, maar morgen hebben we toch weer een ander soort video. Oh ja, bedoel je dat? Ja. Oh ja, oké. Okay. Tot morgen. Doei. Doei.